We zijn hier beland in Binkom, Binkom is Lubbeek, met de broers Huygen, Stan en Gust. We zullen beginnen met Gust. Gust, welkom. Hoe is het seizoen verlopen voor jou? Ja, goed. Ik bedoel, als eerstejaars mocht je sowieso al niet te veel verwachten van de prestaties, maar ik heb mezelf wel goed kunnen handhaven, denk ik, tussen al de grote mannen. En ik ben wel redelijk tevreden over het seizoen, ja. Welke uitslagen springen dan in het oog? In het oog, ja, ik denk vooral de zesde plaats in het criterium van Aarschot. Nu niet dat dat direct een grote koers is, maar het is wel het is aanzienlijk. En ik denk ook vooral als ploegprestatie dat we het achtste op het Belgisch kampioenschap ploegentijd rijden, waar ik ook bij was. Ik denk dat dat ook wel een goede prestatie was van ons daar. Je bent ook beland in een heel goede ploeg, denk ik, bij Geert Huygen, Stageco. Hoe draait dat daar? Voorlopig zeer goed. Hè. Ik kom heel goed overeen met mijn ploeggenoten en ook heel goed met de ploegleiding. Die mannen, ja, dat zijn allemaal mijn vrienden. En ik zie ze ook meer als vrienden dan als ploegleiding. Het is echt een hechte ploeg geworden, eigenlijk. Ja. Dan belanden we bij jouw jongere broertje, Stan. Stan, je hebt nu nog altijd jouw Olympiatine-trui aan. Dat gaat veranderen, noodgedwongen ook. Denk ik volgend jaar. Je was ook heel tevreden. Hoe is jouw seizoen verlopen in feite, Stan? Mijn seizoen was eigenlijk heel goed. Ik heb ook een beetje pech gehad met een paar valpartijen op belangrijke wedstrijden. Maar ik ben zeer blij met de wedstrijd dat ik heb kunnen rijden en met mijn resultaten. Dus over het algemeen wel zeer goed. Wat verwacht jij van volgend seizoen, samen met jouw broer te rijden? Of in het Stageco team? Ja, je broer is iets ouder uiteraard, maar de samenwerking, gaat dat lukken? Dat zal wel goed lukken. Ja, ik word er goed opgevangen dankzij hem ook. En ik leer nu ook een paar ploeggenoten kennen en de begeleiding. Dus dat komt helemaal in orde. Welke wedstrijden hoop je te rijden volgend jaar? Ik hoop vooral de klimkoersen. Dat is toch wel mijn doel. Maar dat is mijn provinciale selectie, dus dat heeft de ploeg zelf niet in de hand. Je bent een klimmertje, hè? Ja, dat is toch de bedoeling, ja. ik heb mijn gewicht wel mee, dus... Normaal gezien ben ik een klimmer, ja. Dan beland ik terug bij een lachende broer van jou. Dat is iets minder als klimmer, denk ik, hè? Ja, in vergelijking wel. Ja, zeker met het gewicht dat in zijn voordeel speelt dan. Maar... Moeten we jou omschrijven, Gust? Ik kan van alles een beetje, maar ik ben in niks echt heel gespecialiseerd. Dus ik kan met alles wel mee, maar niks ben ik heel specifiek goed. Wat hoop je in feite te bereiken via dit wielrennen? Voor mij is het voorlopig alleen nog maar voor het plezier te doen. Ik weet dat ik ben realistisch. Op vlak van prestaties dat ik het professionele wielrennen niet echt zal bereiken. Maar we hopen op het beste. Ik haal er vooral veel plezier uit, dat is het belangrijkste. Welke wedstrijd hoop je dan om te schitteren het komende seizoen? Elke wedstrijd. Zijn er bepaalde wedstrijden in het rood aangedrukt die jou zouden moeten liggen? Hier en daar wel. Maar ik kijk toch het meeste naar terug om Luik Bosnakke-Luik terug te rijden. Want... dat was een koers waar ik vorig jaar me heel hard naar uitgekeken heb en eigenlijk mezelf te veel druk heb opgelegd. En waarom juist Luik Bosnakke-Luik, Gust? Ja, het is toch een koers met prestige. Hè? Het heeft een grote naam, alle toppers zijn daar. En daar wil je dan als kleine man van een provinciale ploeg toch wel eens graag tussen rijden dan. Waar moet jij nog aan schaven? Verbetering vatbaar? Waar? Verbetering vatbaar? Ja, ik word er tegenwoordig in de spurt al mijn ploegmaten opgelegd. Dus, ik denk dat dat toch wel beter kan. Ja. Dat gaan jij in de spurt moeten kunnen presteren? Je bent een spurter? Nee, ik kan mijn mannetje staan, maar tegenwoordig... Ze gaan dat graag horen dat ik dat zeg, dat ik er opgelegd word. Maar ik haal er meer plezier uit dan, want als ik er nu opgelegd word en de keren dat ik ze er dan opleg, dat doen dan weer meer en meer deugd dan. Voor jou, wat hoop jij volgend jaar te kunnen bereiken? Waar hoop je te pieken? Ik hoop vooral dezelfde stappen te maken als ik de vorige jaren heb gezet. Pieken. Ik hoop gewoon over het algemeen een goed seizoen te rijden. Ik piek vooral naar de wedstrijden met klim, hoogtemeter zien. Dus, En waar hoop jij dan nog te verbeteren? Waar moet je op trainen? Mijn spurt is vrij dramatisch. Misschien een combinatie. maar voor de rest, ik hoop over het algemeen gewoon wat beter te worden nog. Dus, ik werk er hard aan. Wat mankeert jouw broer? Buiten geld. Wat mankeert hij niet? Nee, over het algemeen. Ja,
wat mankeert hij? Het moet toch een minpunt zijn van je broer? In het wielrennen uiteraard. Hè. Goh, ik kan niet direct op iets komen, hè. Sorry. Wat mankeert jouw broer? Spurtsnelheid. Kan je dat leren? Ja, ik kan proberen, maar ik weet niet of het veel gaat uithalen. Veel plezier samen volgend jaar. Dank je wel. Dank je wel.